Het rijdt weer lekker door, hè? Eindelijk. Heerlijk. Fijn dat het weer back to normal is en dat we niet zo ver hoeven om te rijden. Lekker. Ja? Lekker vrij. Je hoeft niet meer om te rijden. Erg blij. Oké, dankjewel. Oké. Oh, het is groot. Veel Amsterdammers halen vandaag opgelucht adem. De Weesperknip is na 6 weken officieel ten einde. Maar voor bewoners van de Valkenburgstraat betekent het juist dat er weer meer verkeer door hun straat komt. Die hadden de afgelopen tijd juist wat rust. Het was echt een heel groot verschil. Qua geluid, qua drukte, motoren, alles. Moet je kijken, hij mag hier 50 kilometer rijden tot hier, strakjes 30. Maar dat komt dus gewoon altijd zo aanschuiven. Wat denk je, 's nachts is dit gewoon een racebaan. Of je nu voor of tegenstander bent, de Knip hield de gemoederen goed bezig. Zo kwam het aanvullend openbaar vervoer voor mensen met een beperking er eerst niet langs. Je schiet hier geen reet mee op, joh. Dit brengt alleen maar nieges. Ook waren er zorgen over de aanrijdtijden van de hulpdiensten. Ambulances stonden meerdere keren met zwaailicht voor de slagbomen. En politie en brandweer reden regelmatig over het fietspad. Op Kattenburg werd een lawaai-demo gehouden tegen de stroming auto's die door hun buurt werd geleid. We hadden het liefst gezien dat het dus eerder gestopt was. Het is wel dus dat de Kattenburgerstraat nu eindelijk eens op de kaart is gezet. Misschien is dan toch de Knip ergens goed voor geweest juist. Ik denk... misschien wel. Maar het was dus wel enorm afzien. Dus dat kan je niet nog een keer doen. Dat kan je mensen niet toe moeten. Dat is werkelijk erg. Je moet op een gegeven moment het lef hebben als gemeente om dit gewoon te doen. Zodat je cijfers boven water krijgt en opnieuw kan kijken naar de hele situatie. In november kan de gemeente vertellen wat de effecten van de Knip zijn geweest. In dat rapport wordt meegenomen hoe het verkeer en hoe de bewoners het hebben ervaren.